Natuurlijk maakt DVS-TV van de gelegenheid gebruik om Piet de Visser, die hier net een prachtige lezing heeft gegeven over zijn scouting, over zijn trainerschap, over zijn loopbaan als voetballer zelf. En ja, daar gaan we met Piet natuurlijk even over babbelen. En waarom nou ook speciaal met Piet de Visser? Omdat DVS Jeugd en Piet de Visser, die hebben wat met elkaar. Ik heb van tevoren Piet het een en ander laten lezen over hoe we hier met de jeugd bezig zijn. En Piet, dat stond je wel aan, denk ik, of niet? Ja, complimenten. Ik zie ook op dingen de Rinders Michels Award. Dat betekent wat. Want laat ik nou ook een Rinders Michels Award gekregen hebben voor mijn hele trainersoeuvre. En dat vond ik ook wel leuk. En dit vind ik compliment naar de club DVS. En wat ik gelezen heb hier, is helemaal uit mijn hart gegrepen. Want het is over jeugdvoetbal. En ik heb het hier in de lezing ook altijd over jeugdvoetbal. Want jeugd moet de kans krijgen om bij een club goed getraind te worden. Een kans te krijgen om voetballer te worden. En als hij geen betaald voetballer kan worden, toch veel plezier kan putten uit zijn voetballoopbaan in een amateurclub. Precies, en ja, ook de E- en de F-pupillen, eigenlijk vanaf de E- en de F-pupillen wordt er gewoon 3 keer per week getraind. Dat maak je niet zo heel vaak mee bij amateurclubs, hè? En ook door gekwalificeerde trainers. Hè? Ja, dat vind ik hartstikke mooi, want dat heb ik ook altijd. Ik ben jeugdtrainer geworden bij Sparta in de jaren 50 notabene. Toen had je helemaal niks op trainingsgebied. En dat trainde ik ook 3 keer en soms 4 keer in de week met mijn jeugd bij Sparta. Want ik kan nog een leuk verhaal vertellen. Ik zei er wel, zo fanatiek was ik. Ik zei, jongens, huiswerk en je vader en je moeder, je moet getraind worden. En af en toe een keer spijbelen, dan kan je extra komen trainen bij mij. Maar wat was het geval, in de commissie van Sparta zat de hoofdonderwijzer van de school, waar ik altijd de jongetjes toesprak. Dus ik moest op het matje komen bij het bestuur, dat ik de jongetjes tot hoe noem je dat, spijbelen op ze, om ze te laten trainen. Op die manier. Dus ik kreeg om mijn kop. Maar ik heb altijd gewaardeerd dat clubs aandacht geven aan jeugd. En als je 3 keer met jeugd traint, dan ben je een vooruitstrevende club. En dat moet natuurlijk ook wel 3 keer per week, want daartussendoor gaat de jeugd zelf vaak niet meer de straat op. Hè? En wat DVS hier langzaam maar zeker ook weer probeert terug te halen, is het straatvoetbal. Hè? Dat parkeerterrein wat je hier hebt zien liggen, daar is afgelopen week weer een straatvoetbaltoernooi georganiseerd geworden. En we gaan waarschijnlijk achter een van de doelen op het hoofdveld, gaan we ook gewoon straat aanleggen. Ja, moet je nagaan, dat, gewoon puur straatvoetbal. Helemaal uit mijn hart gegrepen. Want ik heb veel keren gezegd tegen de betaalde club vooral, de jeugd kan niet meer spelen op straat. Dus je moet het straatvoetbal terughalen bij de club. De jongetjes moeten kunnen komen wanneer ze willen. En er moet altijd een vrijwilliger zijn of een trainer zijn die de jongens opvangt en lekker met ze bezig gaat. En dat geeft plezier aan de jeugd, maar dat is ook goed voor die clubs. Bovendien is het natuurlijk ook zo dat die spelers die moeten natuurlijk op de been blijven. Want als je je daar laat vallen op straat, dan ligt de hele zaak open. Dus worden ze handiger met pingelen. Puur pingelen. Want jij bent ook echt een voorstander van pingelen. Vroeger toen ik ook speelde op een klein veldje, dan was het altijd, geef die bal nou af, geef die bal nou af. Nee, pingelen, dat is het leukste wat er is. Jeugd onder de 14, die moeten gewoon vrijheid kunnen spelen. En ik verwijt de club wel eens dat ze te grote trainers al hebben bij jeugd, die al naar eerste elftal trainingen kijken. En te veel regeltjes voor de jongens hebben. En ik zie dikwijls bij betaalde clubs dat jongetjes die echt willen pingelen. Ik nam eens een jochie mee van Brazilië naar PSV, vergeet het nooit meer. Dat jochie was 10, 11 jaar. Die kon met de bal alles, maar die pingelde erop los op die training. En die kreeg op zijn kop, die moest 1 keer aanraken of 2 keer aanraken. Die was helemaal van streek, want de bal was zijn vriend. En jeugd moet, moet, moet,
moet het zo zien dat de jeugd, de bal is hun vriend. Die moeten kunnen pingelen, die bal kunnen aanraken, kunnen trappen en bij ze kunnen houden. En dan vind ik wel eens jammer dat de jeugd momenteel te veel aan regeltjes gebonden is. En dan gaat de spontaniteit eruit. Maar denk jij nou persoonlijk toch nog wel dat het voetbal, het jeugdvoetbal, dus zeg maar de toekomst van het Nederlands voetbal, er positief uitziet? Of heb je er een hard hoofd in, Piet? Ik heb al een beetje hard hoofd. We hebben nog steeds barsten van de talenten in Nederland. Maar ze worden denk ik niet goed opgevangen door clubs. Vooral als ze eenmaal betaald worden. Dan praat ik over de betaalde jeugd. Die worden te vaak gepamperd. En die hebben al agenten. En die mag niet dit en die mag niet dat. En Mercedes'en. En die worden zo verwend dat ze het echte straatvoetbalmentaliteit vergeten. En daarom zie je dikwijls dat we wel talent hebben, maar niet het karakter en de mentaliteit om aan te sluiten bij grote competities. Je ziet dikwijls dat hele goede spelertjes verzuipen in het grote voetbal. Het is niet voor niks, hè, dat Nederland niet bij de EK was. We hebben een heel peloton jonge, jeugdige spelers en ze hebben het niet op kunnen brengen om bij een EK te komen. Inderdaad, kijk, en gaat het ook hierom. Hè? En je hebt denk ik al een stuk of drie avonden hier in Nederland belegd. Hè? Met name over dit boek, de Meester Scout. Voetbal als medicijn. Dat heeft bij jou trouwens ook als medicijn geholpen. Hè? Absoluut. Als ik de voetbal niet had gehad, had ik dood geweest. Ja. Want ik was zo beschadigd door 5 bijpassen, maar ook slokdarmkanker, de slokdarm eruit, maag opgetrokken. Dus ik leef eigenlijk zonder maag, het plompt gelijk op mijn darm. Dus het is niet zo leuk leven, maar het voetbal, de uitdaging in het voetbal en het plezier wat ik erin in vind, dat houdt me op de been. Dus het gaat bij jou niet alleen om dieptepases en breedtepases, maar ook om bijpassen. Ik heb de bijpassen, ja, 5 stuks. Oké, geweldig. Maar Meester Scout, vertel daar even heel iets over voor de DVS TV. Ik wil natuurlijk geen tweede boek meer. Eén boek is wel eens mooi, want dat was al op het randje dat ik dat wilde. Maar Bert Nederlof, die bleef net zo lang zeuren als Piet. Jij hebt zoveel goede spelers en jeugdspelers na het top gescout, maar ook topspelers uit buitenland naar Nederland gehaald. Dus Alex bij PSV en Farfan en noem ze maar op. Hazard nu bij Chelsea, De Bruyne. Daar moeten we toch eens een boek over schrijven. Ja, ik zeg, Bert, als jij met die spelers aankomt, dan kan ik wel een verhaal er rondheen maken. En Bert Nederland heeft het fantastisch gedaan in dat boek. Die heeft een heel leuk boek geschreven over al die spelers die ik gescout heb. En ook nog met leuke anekdotes erin. Ja, dat is echt hartstikke leuk boek om te lezen. En ook leerzaam. Het is voor elke speler. Ik zou als club zeggen, hey, als club pak ik 100 boeken voor mijn jeugdspelers. Want daar kunnen ze veel uithalen. Geweldig, geweldig. Piet, we hebben net naar een lezing van jou zitten kijken. Komen er nog meer aan? Je bent er nog lekker druk mee. In Gouda geweest, in Emmen, nu Ermelo. Dan moet ik nog naar Maastricht en in Waalwijk bij RKC en MBV. Nog 2 nu. Geweldig. Ja. Voetbal als medicijn. Pierre Le Percheur, mede namens DVS TV. Publiek, van harte bedankt voor dit korte interview. Geweldig. Okay. Maar ik vind dit ook heel leuk, wat je de scouting uit mijn boek hebt, precies zo ik het altijd gedaan heb bij PSV en nog steeds bij Chelsea. Tweebenigheid, wielcurver. Ja, daar weet jij ook alles van, hè? Ja, tweebenig. Ja. We raken er niet over uitgesproken, Piet. Nee. Voetbal is fantastisch. Voetbal als medicijn. Ja, klopt. Helemaal. Okay. Nogmaals bedankt. Okay. Top. Oh,